Ja, Sander, het moet lekker voelen, zo'n overwinning. Ja, zeker. Kijk, je komt al heel snel 1-0 achter en dan denk je echt wel van poeh, dat gaat niet lekker. Kijk, je weet dat hij de Bont een hele goede trap heeft in zijn linker en schiet hem keihard in. En ja, we pakken het eigenlijk heel goed op en we maken een prachtige goal, denk ik. Ik zou bijna zeggen nomineren maar voor goal van de week, want die zat er echt heel mooi in. Tweede helft gaat het in het begin beide kanten op, maar daarna krijgen wij echt heel veel kansen. Vooral nadat wij de 2-1 al hebben gemaakt, dan moeten we het eigenlijk al lang afmaken. En dan mis je nog die penalty in je verslag. Ja, zeker. Die ben ik even vergeten. Misschien wel een heel belangrijk punt. Ja. Hij had vorige week schoot hij hem door het midden. En vlak voordat hij hem wou nemen, liep ik nog even naar hem toe. En ik zei, schiet je hem weer door het midden? En toen knikte hij. En ik denk, ik blijf gewoon lang staan. En ja, hij schoot hem niet door het midden, hij schoot hem rechts van mij. En ik was eigenlijk de bal al voorbij, dus waardoor die bal nog weer midden voor de goal uitkomt. En gelukkig let Koos Werkman goed op en een heel belangrijk moment. Maar het was dus een pure gok naar rechts duiken? Nee, geen gok. Wel, ik had wel het idee aan zijn aanloop te zien van hij gaat hem nooit meer over zijn standbeen schieten. Dus het was of door het midden weer of naar die hoek. En ik zag ook wel dat HAC er wel goed in zag. Hè? Je maakte die wedstrijd misschien niet eerder af, wat wel had gemoeten. Maar het was wel voetbal in ieder geval waar je over naar huis mag schrijven. Ja, ik denk dat wij gewoon heel goed voetbal hebben gespeeld. Als je vooral het veld eventjes meeneemt hier, dat was lood en loodzwaar. En als je dan ziet hoe wij zeg maar, een paar keer er doorheen combineren en prachtige kansen krijgen. Ja, dan is eigenlijk het enige minpuntje dat je het af moet maken en dat het 3-1 is in de 70ste minuut. En dan ben je klaar. En nu gooien hun er nog een paar van 2,20 meter bij in. En ja, dan wordt het nog wel eventjes angstig soms. Maar het leek wel alsof ze een off day hadden. Had jij dat gevoel ook? Ja, het was duidelijk dat dit niet de treffers van vorig jaar was. Kijk, ze missen denk ik voorin heel wat kwaliteit. Ik weet niet of dit een off-day is. Misschien is dit wel hun niveau nu. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Maar het was niet best, nee. En het is je eerste overwinning in een uitwedstrijd. Dat moet ook wel zeker mentaal lekker voelen. Ja, absoluut. Kijk, bij IJsselmeervogels hadden we misschien ook al moeten winnen. Speelden we echt goed. En thuis dan alles gewonnen. En dan is het wel een keer belangrijk dat je hier wint. Ook omdat je nu Katwijk krijgt. En dan kun je daar bonuspunten pakken. En anders was dat ook heel belangrijk geworden. Want anders moet je weer naar beneden kijken. Ja, jij gaf het teken al. Even een biertje naar de wedstrijd. Ja, het zijn twee jongens uit Nunspeet. Dus dat zijn maatjes van me. En dan die jongens zeiden, wat ga je doen? Ik kom er zo aan. En hier hebben ze het mooi dat die wand eruit gaat. Dus dan drinken we er even heen. Ook wel een verdiend biertje, of niet? Ja, vind ik al gauw. Want ik ben trainer van HC en ik heb net gewonnen met 2-1. Maar ik denk dat we na de rust verzuimd hebben om afstand te nemen. En dan aan het einde krijgen we nog een vrije trap en een schot uit de tweede lijn en dan ben je nog bang. Maar wij hebben zulke kansen gehad om de 3-4-5-1 van te maken. Maar goed, ik ben blij met de winst. Zeer goede tweede helft. Eerste helft was moeizaam. Ook omdat hun een goede ploeg zijn. Fysiek sterk. Zaten we niet lekker in de duels. Het stond wel goed, maar ze waren net. Ik denk een klein tandje scherper, maar ik kom wel fantastisch op 1-1, schitterende goal. Penalty Danes, pakt die. Ja, een geweldige tweede helft, geweldige driepunter en hartstikke mooi dat we gedeeld derde staan met ik geloof 4 ploegen. Schrok je toen zo snel die voorsprong van de treffers kwam? Ik schrok niet, want we begonnen eigenlijk goed. Maar wij geven voorin in de eerste 4 minuten 2 keer de verkeerde eindpas, waardoor hun 2 keer in omschakeling komen. Ja, en als je de bondrand 16 zet, dan hoef je niet te schrikken, dan zit hij gewoon. Dus. Maar vandaag kwam er niet heel erg veel uit vanuit de Bond. Nee, maar je schiet hem er wel in. Als hij de penalty maakt is 2 en als hij vlak voor tijd krijgt nog een vrije trap. Er zijn wel 3 momenten, daar spelen hun op en daar speelt hij op en daar ligt zijn kwaliteit. En wij spelen op andere dingen. En ik denk dat beide trainers voor de wedstrijd gezegd hebben, de Bond moet je niet laten schieten en hem ik moet je niet laten schieten. En het is 1-1 met de rust en beide hebben een goal gemaakt. En wat een goal. Ja, schitterend. Hè? Dat kan hij. Kozakken Boys vrije trap op trainen heb ik al vaker aangegeven. Schiet hij ze er vaak zo in. Ja, nu een keer in de wedstrijd. Ik hoop dat het voor hem bevrijdend werkt en dat hij dat been vaker laat wapperen. Hoe zit het met jouw irritatie op de bank als die wedstrijd niet wordt afgemaakt? Want het kan best wel irritant zijn natuurlijk. Ja, het is ook irritant. En ik vond dat we vandaag ook qua arbitrage geen geluk hadden. We krijgen een penalty tegen, terecht. Maar we hebben er zeker ook minimaal 1 en ik denk 2 nodig. Die wij niet krijgen. Elke schouderduw van ons is een vrije trap. Elke slaande beweging van hun is doorgaan. Dus ik vond dat echt frustrerend vandaag. Hun waren agressief. En dat mag. Maar dan wel van 2 kanten. En ik had het idee dat dat een disbalans was. Dus daar zat voor mij een grotere irritatie. En dan ben ik in ieder geval blij dat dat geen invloed op de uitslag gehad heeft. Anderzijds, ja, wat is irritatie? Ja, Kobus mist de kans voor het lege doel. En vorig jaar schiet hij de 7 of 8 in op beslissende moment. Toen hij eraf kwam. Want hij was leeg, toen zei ik voor de gein tegen hem. Ik zeg, je moet het maar zo zien, jij scoort alleen als er echt druk op staat. En ik heb gewoon genoten van deze tweede helft, van deze ploeg.
Ja, we hebben alleen verzuimd om een grote uitslag neer te zetten. Hoe gek dat ook klinkt naar de eerste helft. Maar de tweede helft waren we zo bovenliggend en zoveel beter. Ja, en dan doen we onszelf tekort. Maar goed, klagen met de back vol, 2-1 winst, uit bij de treffers. Wat gewoon een hele zware wedstrijd is, wat gewoon een uitstekende elftal is. En wij zijn dus blijkbaar ook een uitstekende elftal. En dat is toch een hele fijne conclusie. En de eerste uitwinst. Ja, daar maken mensen een issue van, wij niet. We kunnen gewoon goed voetballen als wij een team zijn. En vandaag waren we een team. Ja, Rick, wat een goal. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ik zag hem terugkomen en ik denk van ja, ik schiet op goal lange hoek en dan zien we wel waar hij belandt. Maar hij ging er fantastisch in, joh. De trainer zegt, je maakt ze vaker op de training op deze manier. Ja, klopt. Ik weet van mezelf wel dat ik wel een aardig schot heb van afstand. Ik vind wel dat ik het te weinig ook laat zien. En ja, als die gelegenheid er dan is, ja, dan is het zeker fijn dat hij dan ook ingaat. Ja, want het was een wedstrijd van twee kanten, hè. Aan de ene kant goed voetbal, maar aan de andere kant ook vergeten om hem af te maken. Ja, ik denk dat je jezelf een stuk makkelijker had kunnen maken door gewoon een aantal kansen te maken. Ik had nog een hele grote kans, die koppel. Ja, als die erin zit, dan staat het 1-3. En dan speel je makkelijker uit. En nu krijgen we in de laatste minuut nog een vrije bal. En dan is het toch weer billen knijpen dat hij er niet in gaat. Ja, want heb jij nu het gevoel dat je terecht hebt gewonnen? Ja, zeker wel. Als ik kijk naar kansenverhouding, vooral eerste helft vond ik het wel gelijk opgaan. Maar als je kijkt naar de tweede helft, vond ik wel dat wij echt 2-3. Ja, 100% kansen hebben die er ook in moeten. En als die erin gaan, ja, dan win je met 1-3, 1-4. En dan had denk ik ook niemand gek gekeken. Het was ook een hele andere de treffers dan in de eerste helft, hè? Toen ze weer vanuit de rust op het veld kwamen. Ja, of dat aan de treffers ligt of aan ons, dat is altijd moeilijk te zeggen. Het kan van beide natuurlijk wat zijn. Maar ja, op zich pakten wij het goed op. Dus dat is mooi. En de eerste uitwedstrijd. Karsten zegt, ja, het maakt mij helemaal niet zoveel uit. Het speelt niet in onze kopjes. En die van jou wel? Sorry, nog één. Een uitwedstrijd, dat is de eerste winst nu. En Karsten zegt, ja, dat speelt niet echt bij ons, daar denken wij niet over. Maar speelt het wel in jouw hoofd? Ja, natuurlijk. Ja, aan de ene kant. Ja, je wil ook duel winnen, ook uit. Dus ik denk dat je ook altijd voor moet gaan, zeker ook met het team wat wij hebben. Ik denk dat wij voor niemand uit ook bang hoeven te zijn. Thuis zijn we super sterk, daar pakken we de punten. En als we dan uit ook de punten mee kunnen nemen, is dat alleen maar mooi. Kun je dit nou een off day noemen? Nou, daar leek het de eerste helft niet zo op, maar de tweede helft begon het er aardig op te lijken. En, nou, we hebben de kansen gehad ook om in ieder geval op voorsprong te komen. En nou, dat ontloopt elkaar allemaal niet zo heel veel. Dus details uiteindelijk beslissen de wedstrijd. Maar ja, goed, wij verzuimen op voorsprong te komen. We komen de tweede helft meteen op achterstand. Ja, door slecht dekken, door teruglopen. En nou, daarna hebben we gewoon hartstikke moeilijk gehad. En we hebben een aantal keren tot de zijkant doorgekomen, maar tot de 16. En daar gebeurde eigenlijk helemaal niks meer. Dus we zijn nog tegen een paar kanten aangelopen waar we goed wegkomen. Maar we hebben niks afgedwongen. Nee. Maar toch wel die eerste goal. Aan het begin denk je van, nou ja, weet je, na 5 minuten een goal, dat gaat lekker. Ja, dat klopt ook. En we begonnen ook goed aan de wedstrijd. En dat was ook een goede goal. En daarna verzuimen we om door te dekken aan de linkerkant. Liep er een beetje tussen. Nou ja, daar hebben ze één keer, volgens mij hebben ze twee keer van kunnen profiteren en één keer met een goal. Ja, dat zijn dingen die moeten niet gebeuren. En daar moeten duidelijk afspraken over. En zo komen ze eigenlijk op 1-1. Nou, daarna nog dan die kans om voor te komen met die penalty. En de tweede helft hebben we helemaal niet zo slecht gespeeld. Ja, de tweede helft was zonder de maat. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Als we dat wisten, dan hadden we gelijk wat aan gedaan. En we proberen nog met wissels wat meer vooruit, wat meer druk voorin te krijgen. Nou, we hebben gedwongen wissel met de keeper nog, met Niels en met Jordi. Maar we slagen er niet in om meer druk voorin te krijgen, om gevaarlijk in het strafschopgebied te worden. En dat is zeer spijtig.